Valentijn Driessen, hoe is de stemming? Namens de Telegraaf mag je dat zeggen allemaal natuurlijk. Hoe is de stemming op dit moment? Je bent er geweest natuurlijk, je hebt veel gezien. In het Ajax-kamp. Hoe is de stemming? Ja, uitstekend. Okay. Uitstekende stemming. Ja. Nee, die denken gewoon dat ze gaan winnen. Maar ik zag Frenkie de Jong voorbij komen. Die zei dat ook serieus, hè? Die Frenkie de Jong zei, ik zie mogelijkheden. Waar zit hij dat op? Onze vriend Ten Hag, die ziet ook mogelijkheden. Nou, er zijn er al twee. Ja. Tadic ziet mogelijkheden. Daarvoor is hij naar Ajax gekomen. Dus nee, ja, die stemming is op het best. Die zijn helemaal vergeten dat ze afgelopen zaterdag zijn weggevaagd door Heracles. Ja. Ja, waar het vandaan komt, weet ik niet. Maar als je het zelf maar hard genoeg roept, dan ga je het misschien nog geloven. Hey, jullie zijn een beetje de Ajax-krant, zo worden jullie genoemd. Hè? Op het moment dat jullie tegen Ajax zijn, dan wordt het opeens even als heel raar uitgelegd. Bij Ajax vinden ze jullie trouwens te kritisch over het algemeen, begrijp ik toch? Ja, maar dat is toch wel heerlijk, man. Dat is toch wel heerlijk om een beetje kritisch te zijn. Er valt ook weinig positief te schrijven op dit moment. Dus gewoon scherp aan de wind zeilen. Ja, maar hoe verklaar je dit nou allemaal? Voor de winterstop waren we allemaal euforisch. We zaten hier allemaal met z'n allen van, nou ja, Real Madrid, dat is wel lekker. Dat is de volgende ronde. Goed, dat loopt in. Wat is er misgegaan? Ja, Real Madrid dan een Ajax natuurlijk. Ja, die Ajax deed natuurlijk wel aardig, maar ja, Eredivisie. Dus dat stelt natuurlijk niet zoveel voor. Ze deden in de Champions League, deden ze het goed. En er is nogal wat gebeurd in de tussentijd, blijkt. En de heertjes gaan moeilijk met elkaar om. Een beetje scheve gezichten. Dus het is geen eenheid. En, maar er was een pleegkamerpact. Belangrijk tegen Real. Wat is dat? Is er ruzie onderling? Ja, doe eens wat namen dan. Nou ja, kijk, als er één van 85 miljoen weggaat en jij komt niet weg, ja, dan bouw je het toch wel. En als jij als 28 of 29-jarige die alles heeft meegemaakt in Engeland op je sodomieten krijgt van een 18-jarige, ja, dan wordt het toch een probleem. Ja, nu en als heb je die trainer niet serieus neemt en die doe je na, achter zijn rug, en of je hebt een grote bek tegen de trainer, dan denkt iedereen ook, ja, die vent heeft ook geen autoriteit meer. Dus. Maar is dat zo? Wie heeft een grote bek tegen de trainer gegeven dan? Nou ja, zie ik. Die geeft natuurlijk, die laat het kaas niet van zijn brood eten. In ieder geval niet door zijn trainer. Dus, en jij zegt, ze nemen hem absoluut niet serieus, hoor ik jou zeggen, Valentijn. Ze maken hem belachelijk achter zijn rug langs. Ja. Nee, ze nemen hem echt niet serieus. Helaas, hij heeft gewoon niet de autoriteit. Maar Johan noemde hem gisteren... Bij die spelersgroep, ja. En kijk, als je verhaal ervoor zit, ja, dan durven ze geen van allen wat te zeggen of wat te doen. Dan lopen ze daar slaafs achteraan. Maar ja, bij Erik ten Hag niet. Maar daarmee geef je dus ook het brevet van onvermogen richting het bestuur weer aan. Dat ze überhaupt gekozen hebben voor deze trainer. Ja, nou, zij dachten natuurlijk dat dit het ei van de Columbus was. Het tactische genie. Maar dat is natuurlijk niet gebleken. En dat is inderdaad ook een fout geweest, ja. Ik denk dat ze beter hadden door kunnen gaan met Keizer dan nog. Kijk, die lag wel goed in die spelersgroep. En die jongens die moeten het uiteindelijk voor je doen. En dan af en toe beseft hij dat niet helemaal. Nee. Dus, maar als ik jou dus nu een beetje kan volgen, Valentijn, dan gaat het misschien morgen helemaal mis. Die kans is behoorlijk aanwezig, want Real Madrid is echt in bloedvorm weer. Die speelde dat Atletico dit weekend helemaal weg. Natuurlijk, voor die ene keer kunnen ze het nog wel opzij zetten. Tenminste, dat neem ik aan. Als ze zelfs dat niet kunnen, ja, dan zijn ze natuurlijk helemaal ook voor hun eigen toekomst verkeerd bezig. Dus ik denk dat ze morgen dat je wel een ander Ajax ziet dan in Almelo. Dat mag ik wel hopen, dat ze dat beseffen. Maar ja, kijk, het is wel Real Madrid. Kampioen van Europa, draait als een tierenlier. Kijk, die gaan de 1-1 of 2-1 winnen van Real. Dat vinden zij goed. En dan maken ze het af thuis. That's it. Okay, en dan ben je eruit. En dan breekt de pleuris uit? Of zeg je van nee, want omdat... Ja, je hebt nog 27 februari volgens mij. Feyenoord-Ajax. Ja. En eind maart is nog PSV. Ja, als zij daar niks wordt gewonnen... Of de uitzichten op een prijzen zijn niet heel... Dan breekt daar de pleuris uit. Kan niet anders. Nou ja, wat jij zegt, dan komen ze ook richting de directie. Ja, maar vorig jaar had toch eigenlijk Van der Sar al gezegd dat hij zich verbond aan een kampioenschap en dat hij toen weg zou gaan. Dat heeft hij toen later teruggedraaid. Hij heeft toen wel heel snel ingeslikt, hè. Ja. Toen hij zag dat het fout ging. Dus, want ja, die wil natuurlijk wel wat langer blijven zitten. Ja, maar dit kan natuurlijk niet langer dan. Dan neem je jezelf natuurlijk ook niet serieus als je dan ook nog blijft zitten. Zeker als Mark Overmars zijn. Die heeft hem natuurlijk naar voren geschoven. Nog meer dan Van der Sar. Maar dat was denk ik een slip of the tongue dat hij zei van... ik ben ook weg als er geen kampioen wordt. Ja, maar als ik het nu even samenvat, Valentijn. Spelers willen niet voor elkaar werken. Hebben eigenlijk een beetje een hekel aan elkaar. Ze zijn een beetje jaloers op elkaar. Sommige jongens als Ziyech, die luisteren eigenlijk helemaal niet naar de trainer. Sterker nog, die maken een belachelijke... Maar schelden hem zelfs een beetje uit. Eigenlijk neemt de hele selectie niet serieus. Ja, uitstekende samenvatting. Gaat morgen winnen, ja? Dat is de vraag. Ja, we gaan gewoon gelijk spelen morgen. Gelijk spelen? Dan gaan we tussenin zitten. Ja, dat vindt Real Madrid wel goed. Die vinden een gelijkspel prima. En dan kunnen ze het thuis afmaken. Komt er nog een beetje publiek.
En dan gaan die Ajax hier ook nog met een beetje goed gemoed naar, naar Madrid. Ja. Laten ze de stad heel. Ja. Ja, laten ze de stad heel. Ja. Ja. Nou, je hebt geen vrouwtjes. Laten ze met rust. Ja, gooi je geen geld er naartoe, zo bedoel je ook. Ja. Ja. Nou ja, dus, maar dit is dus de man je mag van... me erop afrekenen hoor. Je mag me erop afrekenen. Oh, maar Valentijn is dus de man van de Ajax-krant. Ja, die is. Hoe zeg je? Ja. We hebben hier Ajax om te huilen. Nou, dat is het toch wel de laatste weken, man. Het lijkt toch helemaal nergens op. Het ziet er gewoon niet uit. Daily Blind, man ook. Zie je wat die gasten verdienen? Voor wat voor geld ze zijn opgehaald? Wat zie je er nou van terug? Ja, wat echt verdienen die gasten niks dan voor de mensen die dat niet weten? Ja. Nou, 3-4 miljoen. 3-4 miljoen. En. Dus dat heeft papa Danny goed voor gezorgd natuurlijk. Oh ja, die doet zijn zaken natuurlijk ook een beetje. Ja, zijn salarisplafond omhoog en Danny was wel bereid om terug naar Nederland te komen. Maar die moet het toch het voortouw nemen, man. Dan moet je natuurlijk niet verschuilen en zeggen van ja, ik ben nooit een speler geweest die het voortouw neemt, die het leider is. Nee, daar hoef je toch die speler niet voor te zijn, maar hij heeft toch de leeftijd om het wel te doen. Nou, je hebt ons lekker warm gemaakt voor die wedstrijd, ja, Valentijn. Ja, ik ga zeker kijken. Voor de kijkcijfers morgen. Ja, dat wordt leuk. Voor de kijkcijfers. Ja, mocht het trouwens helemaal anders uitpakken, mocht Ajax helemaal van de mat spelen, bellen we nog even van de week. Vind je dat goed? Ja. Kan ik nog bellen voor de kaartjes of niet? Altijd. Ja, nee, dat is te laat. Die hebben we gisteren weggegeven aan Henk Liefhebber. Die heeft ze nu thuis. Maar die kan ze misschien beter weer insturen, want die heeft er niks als ik jou zo hoor. Bedankt, hè? Nee, helemaal goed. Oké, later.